het boekje De Zeevrouw. Een boek met Santje en volksverhalen. We sharen op motieven en elementen uit oude volksverhalen. Het boek in maar 5 afdelingen opzet. Er is een afdeling duivel, teltjes en een paar verhalen over de deer als persoon, dat de deer als persoon in acteert. Verhalen over tjoenderij en spookerij staan als afdeling bij elkaar. Beste verhalen zitten erin, likas van Hartz, zelfs Reintje de Fox met zijn streken die het keer weer opdraaft. En er zijn een paar locatieverhalen die het schreeuwen op een locatie waar de locatie een beschaafde rol speelt. Het is het Witte Wie van Ries. De Riesterbosk en dat plak werd voor hen Huizinge Ries die een had, speelt daar een rol. En het andere locatieverhaal is de Liphuister Heide. En daar is een plakje, het Oud Sjerkhof, waar ik als ben vroeger al met mijn maten omsloeg. Van alles belibben. En dat ik wel eens van denk, dat had misschien wel de boane van al mijn verhalen geweest. Dat magische plak op de Liphuister Heide. Heb ik hier in een nieuw verhaal ik weer verwerkt. Babs Weenstra, mijn dochter, had de illustraties maken. Elk verhaal begint met een illustratie. Dus Santje verhalen, Santje illustraties. In de tierse boel van touw en zeewier viel er wat geleids. Geen visk, grommeler, maar een zeehoen of zo wat. Hele door de kroren maar op, hij is nog vast. Wilst eien oer het dun verdwoen, snee eike het net verder riepen, stikje bij stikje en op zijn hoede om de touw uit en terug nog trillen. En hij het gevoel kreeg dat de zeehoen nog libbe. Toen de hele boel los hier, lutst er mij verdrag de losse eind naar de kant en doe zeger in het licht van de opkomende zinnen tas in grutte verbustering dat het net een zeehoen wie die er lang uit in het zon lei, maar een jonge vrouw die met haar laatste krijften bezocht om oorijn te komen maar daar net in slagen om haar visgestut had dat beletten.